Langs het laantje van Jochems, op weg naar de laatste bocht. En de situatie op het front is eigenlijk nog altijd ongewijzigd. Dat wil zeggen dat junior en Johan van der Wal nog altijd de touwtjes stevig in handen hebben. Met anderhalve lengte voorsprong op Kimberly's Wish, die in de wachtkamer ligt. En zo dadelijk nog wel naar voren zal komen voor wat meer. Daarachter volgt dan Carina Alki aan de buitenzijde van Pieter Wit. Dan Jannie van Tim, ook Icarus O wordt van de laatste plaats afgehaald. En naar die plaats is nu verwezen Guvo Greenwood. Paarden komen de bocht uit. Laatste rechte lijn bereikt en het is daar dat Kimberly's Wish in één rush de leiding overneemt. Kimberly's Wish heeft een tweetal lengte voorsprong genomen. Junior had niet zo snel antwoord op die aanval en krijgt nu ook de aanval van Carina Alki. Als de paarden nu langs de intersectie met de nooddoorpiste komen, is het Kimberly's Wish die de leiding heeft. Maar daar komt een hele andere, zijnde Carina Alki. Die probeert aan de buitenkant naar voren te komen, maar het is Kimberly's Wish die nog altijd leidt. En Kimberly's Wish en Dennis Minema sluiten het winnend af voor Carina Alki, junior en Jannie van Tim. Dames en heren, de uitslag van de derde trainingsrit is in totaliteit officieel. Gewonnen door de 8 Kimberly's Wish. En dat alles ging in een kilometertijd van 1.17 rond. Tweede geplaatst, nummer 7, Carina Alki. Derde de 1, junior. Vierde geplaatst, de 5, Pieter Wit. En vijfde geplaatst, nummer 3, Icarus O. 8-7-1-5-3 officieel. En op het gras verschijnen nu de voorlopige winnaars. Kimberly's Wish met Dennis Minema. En daar komt Gerard Koop met de bloemen die wederom beschikbaar zijn gesteld door de Van Hierop groep, waarvoor wederom bijzondere dank. Fotograaf Raymond Stromer maakt de foto voor het lijfblad. En daar zijn dus de winnaars Kimberly Swish en Dennis Miller. Honderd meter nog. 50 meter. 30 meter. En de start is gevallen. Paarden zijn onderweg en het is aan de binnenkant Piet de Wit die probeert de leiding te nemen. Maar nog sneller aan de buitenzijde komt Kimberly's Wish. En Kimberly's Wish neemt de kop, heeft een lengtevoorsprong genomen bij het aansturen van de eerste bocht. Op de tweede plaats is het dan Piet de Wit. Guvo Greenwood volgt als derde paard. Anderhalve lengte daarachter is het junior die gevolgd wordt door Carina Alki. Daarachter is het Jannie van Tim met Icarus O. Dat is de volgorde als de paarden de bocht ronden en op weg komen naar de rechterlijn voor de tribune. En daar neemt Dennis Minema afstand van de concurrentie, heeft een drietal lengte voorsprong genomen met Kimberly's Wish. Op de tweede plaats volgt Piet de Wit, derde stelling Guvo Greenwood. Vierde zien we dan junior en in vijfde positie Carina Alki in het tweede spoor. Zo gaan de paarden langs de intersectie met de nooddoorpiste. Daarachter volgt dan Jannie van Tim en de laatste van het peloton. De zaken van achteraf bekijkend is het Icarus O, gepiloteerd door Anja Einarsson. De paarden gaan zich opmaken voor de laatste ronde en doen dat met de Team Okozoon junior die het commando nu heeft. Junior heeft nu een lengtevoorsprong genomen op Kimberly's Wish. Daarachter volgt op een 2,5 lengte de nummer 5, Pieter Wit. En die wordt dan weer gevolgd door Carina Alki met Guvo Greenwood. Die op dit moment dan de vijfde plaats inneemt. Maar voor die plaats op dit moment ook wordt aangevallen. Als de deelnemers afkomen dan nu op het punt halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Dat wordt zo dadelijk bereikt. Met aan de leiding nog altijd junior. Junior heeft een lengtevoorsprong op Kimberly's Wish. En op de derde plaats Piet de Wit. Vierde plaats is voor Carina Alki. Zo zijn we dan op weg naar langs het laantje van Jochems, op weg naar de laatste bocht. En de situatie op het front is eigenlijk nog altijd ongewijzigd. Dat wil zeggen dat junior en Johan van der Wal nog altijd de touwtjes stevig in handen hebben. Met anderhalve lengte voorsprong op Kimberly's Wish die in de wachtkamer ligt. En zo dadelijk nog wel naar voren zal komen voor wat meer. Daarachter volgt dan Carina Alki aan de buitenzijde van Pieter Wit. Dan Jannie van Tim, ook Icarus O wordt van de laatste plaats afgehaald. En naar die plaats is nu verwezen Guvo Greenwood. Paarden komen de bocht uit.
laatste rechte lijn bereikt. En het is daar dat Kimberly Swish in één rush de leiding overneemt. Kimberly Swish heeft een tweede lengte voorsprong genomen. Junior had niet zo snel antwoord op die aanval. En krijgt nu ook de aanval van Carina Alki. Als de paarden nu langs de intersectie met de no-door-piste komen, is het Kimberly Swish die de leiding heeft. Maar daar komt een hele andere. Zijn de Carina Alki. Die probeert aan de buitenkant naar voren te komen. Maar het is Kimberly Swish die nog altijd leidt. En Kimberly Swish en Dennis Minema sluiten het winnend af voor Carina Alki, junior en Jannie van Tim.